Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking zegt dat er een bilateraal overleg gevoerd zal worden over de bouw van de brug over de Quarantijnrivier. Vandaag, voor aanvang van de Raad van Ministers, zei de bewindsman dat er nu gewerkt wordt aan het in orde maken van de financiering voor de bouw van de brug. Dat is eigenlijk in een nutshell. Er is natuurlijk ook gebruik gemaakt van die gelegenheid om over een aantal strategische issues te praten. Maar ook rond midden mei, als ik het goed heb op 17 mei, zal er een bilateraal overleg zijn, formeel uitgebreid met ministers tussen de beide landen. Ramdin geeft verder aan dat het bilateraal overleg zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden na het bezoek van president Santokki aan China. De presidenten van Guyana en Suriname zullen praten over de finale toewijzing van de bouw van de brug. De brug over de Quarantijnrivier is beland in de volgende fase, waarbij dus de ministers mandaat hebben gekregen om verder te praten met. Er zijn twee bedrijven gerangschikt die mogelijkerwijs in aanmerking kunnen komen. Dus mandaat is gegeven om te beginnen te praten met het eerste bedrijf. Over zowel de kostprijs als wel de technische aspecten, maar ook over de financiering. En tegelijkertijd wordt ook informatie verzameld over andere financieringsmogelijkheden. Dat is eigenlijk het belangrijkste op dit moment. Dat de financiering in orde wordt gebracht. En daarna gaan de, op basis van dus welke financiering het beste is, zullen de presidenten weer elkaar ontmoeten. Ramdin stelt dat er bij de komende gesprekken tussen de staatshoofden ook andere zaken aan de orde zullen komen die nog op agenda moeten. De prioriteiten voor de bouw liggen op het vlak van koopkrachtversterking, het verbeteren van het leven in Suriname, onderwijs, volksgezondheid, veiligheid en andere beleidsgebieden.